afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de zoektocht naar onze nieuwste collega. Samen met Jack en Jones zijn we de uitdaging aangegaan om onze nieuwste Festival Tech Mac Insider te vinden. En wat ooit begon met meer dan 1000 inschrijvingen is nu gekomen tot een halve finale met nog maar slechts 6 kandidaten. Vorige keer mochten de kandidaten elk 5 minuten live gaan en festivalhangers interviewen. Deze week gaan we nog een stapje verder. De kandidaten mogen ook een artiest interviewen, want ook dat moeten ze kunnen op festivals. Yeah. Meestal weet je dit op voorhand, dus hebben we de kandidaten ook op de hoogte gebracht zodat zij ook een interview konden voorbereiden. De artiest die ze mogen interviewen vandaag is niemand minder dan DJ Mike Lamani. Mike Lamani, hoe gaat ie? Salam jullie. Goed. Goed, hè? Super chill. Wat vind je eigenlijk belangrijk tijdens een interview? Ik lach wel eens graag, dus dat is denk ik wel de main thing of zo. En dat vlot is, vlotte babbel. Nog een tipje zoals dit hier nu. Ja, een beetje zo inderdaad. Ja. Dat het niet stroef loopt of vlot kunnen inpikken op vragen of wat. Ja. Dat is goed. Dan gaan we eraan beginnen zeker? Ja, succes alsjeblieft. Let's fucking go. Klee, heel veel succes. Hallo allemaal, ik zit hier op Balaton Sound Festival in Hongarije en ik heb de allermooiste kans gekregen om niemand minder dan DJ Mike Lamani te interviewen. Dus kom maar mee. Dag Michael, hoe is het? Crazy intro, man. Ja? Crazy intro, ja, sowieso. Hoe voelt je? Awesome. Super, ja, ik ken je beter. Festivalletje, altijd mooi meegenomen, ja. Is je stress, want jij mocht ze hebben de Belgian Stage. Nee, ik heb niet echt stress. Ik heb nooit echt stress of zo. Ik wil eigenlijk al direct vragen, van waar komt uw artiestennaam eigenlijk? Mooi, een zieke vraag, man. Ja, dat is eigenlijk echt een stom verhaal. Ik had gewoon Michael, dat is mijn echternaam, Michael is mijn echternaam. En Armani, het komt van Armani, dus mensen kunnen het makkelijk onthouden of zo. En het plakt goed aan elkaar, dus ik had gewoon iets. Dat is een goed idee. Perfect. En wanneer heb je dat gevonden eigenlijk? Wat dan met je vrienden? Was jij eens... Mijn vorige DJ-naam was eigenlijk DJ Most. Maar het probleem was dat iedereen de DJ Mostert van maakte. Dus daarmee hebben we dat maar geskipt en is gewoon Michael Armani geworden eigenlijk. Ja, weer niet veel te zeggen. Nee. Ik heb wel een paar keer in contact gekomen met een micro, maar ik heb zo een beetje het gevoel dat ik zo aan het swingen was precies. Ja. Dat ik toch wel een beetje harder moet aanvoelen wanneer ik hem echt naar mij mag terugtrekken. Ik vond het uiteindelijk wel goed. Inderdaad, wat zij ook zei met de micro, vond ik wel dat dat klopte of zo. Succes. Dankjewel. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op Techback. Ik zit hier met Mike Lamani en hij heeft net een set gespeeld op de Belgian Stage van Balaton Sound. Michael, hoe was het? Fucking crazy, man. Je staat ook op de affiche met dikke namen zoals Like Mike en Dimitri Vegas. Dat zijn natuurlijk echt DJ-grootheden, maar wat kunnen zij nog leren van Mike Lamani? Ik weet niet of dat mensen iets kunnen leren van die grote DJ's, iets van mij kunnen leren. Ik denk dat het eerder andersom is. Dus, Jij vlogt ook op YouTube. Wat is wel het gekste eigenlijk wat je hebt meegemaakt? Dat ik ben buitengesmeten op een eigen show. En ik ben echt aan het balen dat ik dat niet gevlogd heb. Oef. En hoe komt dat? Ja, gangsterorganisatie die niet goed op de hoogte was van wie ik was of zo, of wat ik hier eigenlijk kwam doen. Siebe, ik vind dat jij heel goed geluisterd naar hem. Het was op het einde misschien iets te nieuwslezerig. Dat is misschien door mijn studierechting. Ja, dat kan misschien wel. Wat studeer je weer? Journalist. Ja. Hij moet niet ver zoeken, hè. Heeft zich echt heel goed ingelezen, dat was wel echt een pluspunt, vind ik. Michael, hoe gaat het met jou? Dat is chill met u. Chill. Ik was aan het twijfelen, moet ik nu Michael, Michael? Ja, wel, dus mijn echternaam is Michael, maar de vrienden zeggen Mich en de artiestennaam is Michael Armani. Dus... drie opties, het maakt eigenlijk niet uit. Je mag kiezen waar je zegt. Oké, nice. Dankjewel. Zeg, geeft mij zo qua stem zo Esther Milano vibes. Ja. Heb je zo, voordat je moet optreden of erna, zo van die gekke gewoontes of tradities of... Ja, ik laat iedere keer voor een show mijn snor staan. Dat is niet waar. Veel mensen vragen dat, maar ik heb eigenlijk geen gekke gewoontes of zo buiten. Ook niet iets drinken of zo, of een shotje nemen, dat is eigenlijk niet wat ik echt doe of zo. Voelt je dan proud als... Belg zijnde, dat je ons land een beetje mocht vertegenwoordigen, als ik het zo dramatisch. Zeker, want er staan helemaal niet zoveel DJ's op de Belgian Stage, denk ik 11 of zo of 10. Dus uiteindelijk is dat wel echt super cool dat ik daar aan bij kan staan. Ik heb een heel schone stem. Ja, ja, ja. Zijn we heel jaloers op. Dank je wel. Ze was wel op de hoogte, ze heeft wel een paar dingen 2 keer gevraagd of zo, maar voor de rest, vond ik was solid. Michael, alles goed met u? Zal wel makker met u. Ik ben echt heel blij om u te zien. Dat DJ-leven lijkt me gewoon echt helemaal crazy. Zo gewoon fans, schreeuwende meisjes. Is er een manier hoe dat je met die fans omgaat? Wat was het raarste verhaal dat je al hebt meegemaakt? Ik dacht dat ik zeggen, is er een manier dat ik dat ook kan krijgen?
Dan mocht je me ook maar vertellen als schuld. Nee, hoe ik met de fans omga, vrij chill. Like, iedereen is altijd super relaxed en super... Zo geen rare DM's gekregen ooit? Ja, maar die kunnen makkelijk negeren. Hè. Dus, het is pas een probleem als mensen nu in het echt aanspreken en dan rare shit vragen. Zo van, hey, wilt jij mijn tampon eruit halen of zo? Michael, ik wil graag op een gepaste manier afscheid nemen van je. Ik heb 6 verschillende manieren om afscheid te nemen. Oké. Jij mocht een nummer zeggen tussen 1 en 6? Dan ga ik voor 5. Voor 5? Ja, voor 5 ga ik. Dus je hebt gekozen? Zieke constructie, man. Een knuffel. Zeg echt aan mij. Hey, dat vind ik nice, dat vind ik nice. Ah ja, oké, okay, maar wacht. Ja. Ah ja, en die hangt op mijn rug zeker, of wat is dat? Is dat niet? Ik vond dit eigenlijk een beetje moeilijker dan de vorige opdracht. Ja, het was vlot. Juist erop letten als de ander iets zegt, dat je zo niet te snel reageert, waardoor hij bijna onderbreekt. Het enige misschien met de micro, dat hij op het einde aan mij gaf, dat ik zo zat van fuck, ik moet dit interview komen afnemen of zo. We zijn hier vandaag op het Balaton Festival en straks gaat Michael Amani nog zijn set draaien. Maar eerst heb ik nog een paar juicy vragen voor hem. Hoe voelt jij je nu eigenlijk? Je weet dat er zo'n grote namen op het Belgische set spelen, zoals Dimitri Vegas en Like Mike en Los Frequenties. Hoe voelt je je daarbij? Ja, goed man. Vrij chill, ik... Ik ben wel echt benieuwd naar een nieuwe plaat, want die vorige was echt wel een show. En hoe komt je eigenlijk op die inspiratie van je vorige... De vorige plaat, die vorige plaat, Rollin, is al like, 2 jaar en een half geleden gemaakt of zo. Maar dan door corona heel de tijd uitgesteld. En het is eigenlijk een soort van nieuw genre of zo. Het is weer iets gebeurd, like Wim. Weet je wat? Christopher, hè? Nee. Nee. Lost Frequency. Het is Lost Frequency. Maar kijk, ze zijn echt niet goed met namen. Hè. Dat... Sorry. Ik vind dat je wel mensen aantrekt, dat je een heel chille vibe over je hebt. Heel toegankelijk. Aaron had veel stress, man. Oh, Aaron dacht dat ik Martin Garrix zelf was of zo, denk ik. Een van mijn bad habits is dat ik niet zo goed kan neurien of zingen. Vandaag staan we op Balaton op de Belgian Stage en zit er niemand minder dan Michael Amani bij mij. Is er een bepaald ritueel dat jij doet voordat jij optreedt om echt zo... Oké, nu is het aan mij, nu is het aan mij om de spotlight te stelen. Ja, die time to shine. Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag die ik krijg ook, van heb je een ritueel of zo? En eigenlijk moet ik het teleurstellen, ik heb dat niet, man. Helemaal niet. Tequila shotjes drinken of zo, of iets atten of whatever. Nee, eigenlijk totaal niet. Zelf geen stresskakje? Wee, eigenlijk wel, man. Eigenlijk is het wel een goede vraag. Ik moet eigenlijk elke show stresskak doen. What the fuck? Zijn er nieuwe songs in de maak die je misschien gaat lossen? Yes, ik heb in de eerste week van mei, denk 6 mei of zo, komt de nieuwe single Suavemente uit. Dus ik ga die zo biedt ook spelen voor jullie allemaal. Dus ik ben benieuwd wat je er gaat vinden, man. Het gesprek was een beetje monotoon. En het enthousiasme dat ik nu weet ondertussen dat je hebt het echte leven, kwam niet terug in dit gesprek. Ja, ik had het ook door. Ook weer veel stress, maar ik guess dat normaal is. Guys, ten eerste enorm bedankt om hier te zijn. Jullie zijn 1 voor 1 super getalenteerd en we gunnen het iedereen even hard eigenlijk. De finale die spelen we maar met 4 mensen. Dus jammer genoeg gaan we vandaag afscheid nemen van 2 personen. De eerste persoon die door is... ...is... Clementine. Merci. De tweede persoon die door is vandaag... ...is... Martijn. Ah. Het is aan u nu. Ja. We gaan aan 2 mensen vragen om een stapje naar voren te doen. Aaron, jij mag een stap naar voren doen. Sibé, jij mag ook een stapje naar voren doen. De personen die nog meegaan met ons naar de finale zijn... Aaron en Sibé. Ik hoop dat je er toch iets moois aan overvalt. Ja, dat is echt een herinnering die ik niet snel ga vergeten en ik ga hier nog jaren over praten. En je mag dat gewoon een beetje trots zijn, hè? Er waren super goede punten. Allee, vond ik, mag je dat zelfs zeggen? Ja, tuurlijk. Ik was zo van ja, dubbel. En anders zat ik zo, oei, minder. Ja, ja, ja. Dus ja, dubbel. Benieuwd wat de finale opdracht is en wie onze nieuwe TagMac Festival Insider wordt? Check dan zeker de socials voor de nieuwe aflevering van TagMac zoekt Festival Insider. Tot dan! Hey.